Op de Gate Terminal aan de Azië-weg op de Maasvlakte is donderdag rond de middag een grote gaswolk ontsnapt. Deze was ontstaan door een lekkage bij een afsluiter. De vrijgekomen gaswolk dreef richting het water. Daardoor werd het scheepvaartverkeer tijdelijk gestremd. De helikopter van het loodswezen mocht ook het luchtruim niet meer in. Hulpdiensten maakten een griep 2 situatie. Door middel van diverse waterschermen op te stellen werd geprobeerd de gaswolk neer te slaan. Op de strandboulevard in Hoek van Holland werd voor de zekerheid een meetploeg opgesteld. Rond 1:15 was het lek gerepareerd en was de stremming voor het scheepvaartverkeer voorbij. Op 23 september zal de Gate Terminal, wat een samenwerking is tussen de GasUnie en de Vopak, officieel geopend worden door koningin Beatrix.